Flinke boete en taakstraffen omdat een bedrijf uit Emmen medewerkers in contact bracht met de kankerverwekkende stof formaldehyde. Het moet bij het bedrijf bekend geweest zijn dat zij daarmee werkten. Maar er is eigenlijk veel te weinig acht op geslagen, niet onderzocht. Het personeel is niet geïnformeerd dat ze daarmee werkten. Coronasteun voor grote bedrijven is lang niet genoeg. Zorgstudenten helpen mee in verzorgingshuizen. En het weer met Robert Oosting. Ze bliem ook maar komen, die mooie dag. Het is wat te warm voor de tijd van het jaar, maar we moeten toch maar even van genieten. Zo geliks naar het nijs, het weer. Goedenavond. Twee leidinggevenden van luchtfilterfabriek AAF uit Emmen hebben een taakstraf gekregen van 240 uur. Dat heeft de rechtbank in Zwolle vandaag bepaald. Daarnaast krijgt het bedrijf zelf een boete van 200.000 euro. Ja, verslaggever Marcus Siebes is bij de rechtbank in Zwolle. Jij hebt de uitspraak daar vandaag gevolgd. Wat hield die veroordeling precies in? Ja, leidinggevende Peter E. en Danny G. zijn veroordeeld omdat ze tientallen medewerkers jarenlang hebben blootgesteld aan de giftige stof formaldehyde, die in hoge concentraties onder meer neuskanker kan veroorzaken. Ja, volgens de rechter hebben zij veel te weinig gedaan om hun eigen personeel te beschermen en hadden ze kunnen en moeten weten dat die stof schadelijk is voor de gezondheid. Het moet bij het bedrijf bekend geweest zijn dat zij daarmee werkten. Maar er is eigenlijk veel te weinig acht op geslagen, niet onderzocht. Het personeel is niet geïnformeerd dat ze daarmee werkten. Er is niet gesproken over beschermende maatregelen. Is ook helemaal niet in kaart gebracht. Terwijl toch tussentijds er ook rapporten zijn verschenen in het kader van de milieuvergunning. Waardoor het bedrijf redelijkerwijs moest weten dat hier nog een behoorlijk werkpunt lag. En dat hebben ze niet opgepakt. Ja, ook AAF zelf gaat niet vrij uit, hè? Nee, zeker niet. Het bedrijf heeft een geldboete gekregen van 2 ton. Want volgens de rechter heeft ook het bedrijf zelf een grote verantwoordelijkheid. Bovendien was er een formaldehyde-vrije lijm aanwezig. Maar omdat die veel duurder was dan de lijm die ze gebruikten, werd daar niet voor gekozen. Heb je de advocaten van beide partijen vandaag nog gesproken? Ja, kort even achteraf. Ze zeiden, ja, veel zin om een reactie te geven hadden ze niet. Maar ze zeiden dat ze het vonnis even rustig wilden lezen en bekijken. En dat ze met de veroordeelden nog gaan bespreken, in beraad gaan. Of ze nog in hoger beroep willen. Ja, want wat betekent deze uitspraak nu voor de oud-medewerkers? Ja, in principe legt deze uitspraak nu de weg vrij om een claim om een claim in te dienen, om een eigen rechtszaak te beginnen. Uiteraard wel als je formaldehyde-achtige klachten hebt. En vaak op langere termijn ontwikkelt zich dat pas. Bovendien zijn die zaken ook slepend en duren die lang. Het moederbedrijf van AF Daikin heeft wel gezegd dat zij, mochten zij een claim aan de broek krijgen, dat ze daar in ieder geval garant voor willen staan. Marcus Siebes vanuit Zwolle, dankjewel. Het kabinet wil in gesprek met grootwinkelbedrijven over de coronasteun. De tegemoetkoming in de vaste lasten is niet hoog genoeg voor grote winkelketens. Zoals Capino met het hoofdkantoor in Assen. Ze kunnen nu per kwartaal maximaal 9 ton krijgen. Volgens Capino en Sinks met in totaal 277 winkels komt het neer op ongeveer 1000 euro per winkel per maand. Per winkel moet er heel veel geld bij op het moment dat we 1000 euro per winkel ontvangen en alleen de huren liggen al tussen 7.000 en 8.000 euro, dan moet er heel veel geld bij. Toch denkt Capino de crisis wel te overleven. Het wordt moeilijk, wij zullen deze crisis overleven, ondanks dat we ook maatregelen zullen moeten nemen. Juist vanmorgen nog werd er een nieuwe winkel geopend in Bijlen. Een hele rare opening, normaal gesproken ontvang je heel veel klanten. En dan ben je blij om samen met de medewerkers van het filiaal de opening te vieren. Maar de winkel mag nog niet echt open. Naast click and collect mogen winkels vanaf volgende week op afspraak 2 klanten per verdieping toelaten. Dit is een druppel op een gloeiende plaat, waarbij we blij zijn dat we wel weer meer in contact komen met onze consument. Maar wat ons uiteindelijk weinig gaat brengen. Online wordt veel verkocht, maar dat maakt het omzetverlies niet goed. Normaal gesproken hadden we 170 winkels en een webshop. Als je in één keer 170 winkels moet sluiten,
Dat maak je niet zomaar goed. Hè? Want dan was je namelijk, eigenlijk deed je dan wat verkeerd. Want dan had je die 170 winkels niet open om deze omzetten te draaien. Volgens de OMAS schiet de coronasteun voor grootwinkelbedrijven nu tekort. En is echt onvoldoende om in de toekomst te kunnen blijven voortbestaan. Grootwinkelbedrijven hebben al meerdere keren bij het kabinet aangegeven dat de steun omhoog moet. Het kabinet wil nu in gesprek. Als dat niet flink wordt verhoogd, dan krijgen we een kaalslag in de winkelstraten. Grote winkelketens, die zullen zeker omvallen. Dat denk ik niet alleen, dat weet ik zeker. Ondanks een gesprek met de burgemeester openen meerdere ondernemers in Klazinaveen op dinsdag 2 maart toch de deuren. De burgemeester zei in het gesprek tegen de ondernemers dat hij sympathie heeft voor de actie, maar dat de gemeente wel gaat handhaven. 2 weken geleden kondigden de ondernemers aan dat ze bijna op omvallen staan, doordat de subsidie die ze krijgen vanwege de lockdown niet genoeg is. En dus zeggen ze, we moeten wel open. Na de aangekondigde versoepelingen haakten een aantal ondernemers af, maar toch doet een meerderheid nog mee. Mensen komen even weer langs, denk je hoi hoi, nou, dan maken ze wel afspraak of dan ga ik eventjes naar binnen. Nou, het is gezellig weer. Lekker even weer mensen aan elkaar zien. Meer daarover zometeen. We willen meer en vaker in gesprek met de gemeente. Dat is in het kort de boodschap die de groep Tinarlo goed gehoord heeft. Want, zo zegt de groep gefrustreerd, de gemeente luistert nu veel te weinig naar de inwoners. Dat de gemeenteraad plannen bedenkt en laat uitvoeren, dat is bekend. Dat inwoners mogen inspreken en soms meedenken ook. Toch vindt Tinarlo goed gehoord dit niet voldoende. De gemeente moet meer luisteren naar de inwoners. Waar je vanuit de lokale, misschien ook wel de Haagse politiek, in grote lijnen praat over dingen in algemeenheden, is natuurlijk maar helemaal de vraag, wat gebeurt er dan achter die voordeur? Wat gebeurt er echt in die buurt en in die wijk? En als je daar wat meer grip op krijgt, kun je veel betere keuzes maken. Niet alleen voor mensen, maar ook met mensen. Hoe richten we de hoofdweg van Eelde in? Hoe moet het centrum van Zuid-Laren eruit komen te zien? 2 voorbeelden van projecten waar de gemeente ook de inwoners om hun mening vroeg. Uiteindelijk hoort het gewoon in de haarvaten van onze organisatie te zitten. Wij willen alles proberen om inwonersparticipatie op een normale manier mee te kunnen nemen. Dat kan in sommige gevallen alleen maar informeren zijn. En in sommige gevallen juist helemaal, nou ja, met alles laten meepraten. De gemeente zegt, we luisteren wel, maar toch voelen we ons niet gehoord. En dat is een heel interessante soort spagaat waar we in zitten. Blijkbaar is de manier waarop niet de manier die werkt. En daar moeten we met z'n allen naar gaan zoeken en aan bouwen. Dat het nooit 100% goed gaat, dat lijkt mij logisch. Het kan eigenlijk gewoon niet altijd goed gaan, omdat het een heel erg complex geheel is altijd. En daar leren we ook van. Het is helemaal niet erg dat het niet altijd goed gaat. Tinarlo, goed gehoord, wil graag inhoudelijk meedenken over inspraak van inwoners. Maar wethouder Vemer wil het onderwerp niet te veel uit handen geven. Ik heb de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het goed gaat. Wij hebben als college de verantwoordelijkheid om het goed te doen. En als er dan fouten worden gemaakt, dan zijn wij daar ook voor verantwoordelijk. En daar willen we ook gewoon voor staan, omdat we daarvan kunnen leren om het de volgende keer beter te doen. Maar zou je dan ook niet denken, nou groep, laat maar zien hoe jullie het doen en ik trek mijn handen eraf? Ja, maar dat kan echt niet. Op het moment dat wij dit echt buiten ons laten, kunnen wij als gemeente niet meer op een normale manier inwonersparticipatie doen. Hoe het dan wel moet, daarover komt de wethouder binnenkort met een plan naar de gemeenteraad. Nog niet afgestudeerd, maar wel al aan het werk in de frontlinie tegen corona. Nu de druk op de zorg al een jaar hoog is, helpen ook studenten mee. Bijvoorbeeld in de verzorgingshuizen van Interzorg in Rode en Rolde. Dit is de studentenkamer van Lisse Wesselink. Ze is pre-masterstudent ontwikkelingspsychologie, maar werkt ook als toegepast psycholoog in een verzorgingshuis in Rolde. Ja, ik had het niet verwacht. Ik had verwacht, ik ga koffie brengen of zo. Of ik ga laboratorium reinigen, zoiets. Extra handen voor de zorg is het initiatief dat probeert de druk op het zorgpersoneel weg te nemen door mensen die nog niet of niet meer in de zorg werken om hulp te vragen. Voor Lisse een kans om zich nuttig te maken. Ik voelde van, ik wil meer doen. En toen heb ik dat uitgesproken naar vriendinnen en naar mijn familie. En toen kwam een vriendin van mij, kwam met extra handen voor de zorg. En toen dacht ik van, hey, het maakt me niet uit wat ik moet doen, maar ik wil iets doen. Dus ik heb me aangemeld. Een soort gelijk verhaal speelt in Rode. Geneeskundestudente Nienke heeft een maand lang nachtdiensten gedraaid in dit verzorgingshuis. Mooi om hier te helpen. En kon ik zo mooi mijn steentje bijdragen
En ook wat verdienen en mijn tijd opvullen, zeg maar. Het klinkt als een leuke stage, maar dus wel in verzorgingshuizen waar corona rondwaart en slachtoffers maakt. Mensen waren natuurlijk heel erg ziek en je ziet echt wat corona doet met de mensen hier. Lichamelijk, qua echt het ziek zijn, maar ook heel erg mentaal. Voor de studenten is het een manier om wat bij te verdienen, iets bij te dragen en ervaring op te doen. Maar de zorgcentra worden ook zeker geholpen met hun komst. Als het weer zo zou zijn en het aanbod is er via bijvoorbeeld extra handen in de zorg, gaan we er heel graag op in. Het is gewoon zoveel toegevoegde waarde voor de bewoners, maar ook voor de medewerkers in vaste dienst. En het maakt niet uit dat je maar een student bent of dat je nog niet alles helemaal goed kan. Want ja, het is echt nu all hands on deck. De winkels mogen volgende week weer gedeeltelijk open. En daar zijn veel ondernemers blij mee. In Assen is winkelpersoneel al bezig om de winkels shopklaar te maken. Sopemmers en boendoeken sieren de stoepen van winkels in Assen. Winkeliers en hun personeel maken de etalages brandschoon. Speciaal voor de opening volgende week. De klanten mis je heel erg. Het omgaan met mensen. Dus dan is het ook wel gezellig, de rumoeren. Mensen komen even weer langs. Denk je, hoi, hoi. Nou, dan maken ze wel afspraak. Dan ga ik eventjes naar binnen. Nou, het is gezellig weer. Lekker even weer mensen allemaal kan zien. De Ramenlab-actie is een initiatief van de ondernemersclubs om aandacht te vragen voor de winkeliers. Hard nodig, volgens de Binnenstadsvereniging. We hebben natuurlijk voor winkels nu een klein beetje verruiming met de winkel op afspraak. Dat gaan we niet de omzet ermee halen, maar is toch weer een stukje meer perspectief. Ja, ik vraag me onderhand wel af, krijgen we niet meer slachtoffers bij ondernemers in het maatschappelijke veld, zeg maar, dan met corona zelf? En dat klinkt misschien hard, maar die kant gaan we wel een beetje op. En de afweging van de witte jassen, die moeten we toch echt iets anders gaan maken in dit land. Andere winkels mogen nog helemaal niet open. Daarvoor de maatregelen versoepelen brengt risico's met zich mee. Maar toch zien de ondernemers dat wel zitten. Je wordt er gewoon echt verdrietig om. Als ik dan zie hoe het allemaal gaat, ja, wat moet je daarvan zeggen? Dat is gewoon heel verdrietig dat het niet allemaal open gaat. En natuurlijk snappen we dat ook wel waarom, maar dan denk ik, joh, alsjeblieft, ga dan een beetje regels anders instellen of zo. En dan hebben we natuurlijk wel aangetoond vorig jaar met de lockdown dat we corona-proof best een binnenstad open kunnen stellen. Met terrassen, met winkels. Winkels zijn over het algemeen ook geen besmettingshaarden. En dat geldt voor horeca ook. Maar het gaat er natuurlijk om, er komen wel alle mensen bij elkaar en op af. Ja, dat is wel een verhoogd risico. Maar dat risico kunnen en moeten we nu nemen. Het is toch lastig voor te stellen dat Drenthe er voor een groot gedeelte vroeger zo uitzag als hier veld, maar dan zonder alle boom. En de gebieden die de laatste 150 jaar niet ontgunnen bent, zoals dit, bent nou dus onze natuurgebieden. We zijn op het Hiekerveld en we hebben de schier weer bij vandaag. Het begint nou wel een beetje te betrekken en dat blijft vanavond en vannacht ook zo. Op sommige plaatsen kan een spat motregen vallen. Het is overwegend droog en de temperatuur die komt uit rond een graad of 3 tot 5. Vrijdagmorgen tegen het ochtend gloren klaart het op en dan komt de zonde weer aan te pas. Overdag ontstaan er een paar stapelwolken, maar daar heeft verder geen last van. Het blijft droog en de temperatuur die komt uit op een graad of 10. Dan kijken we nog even vooruit. Dit week ene blijft het droog en wordt ook iets kolder. Van vrijdag op zaterdagnacht giet het vriezen aan de grond, lichtjes. En wat volgt is een zonnige zaterdag met een graad of 10. En zondag is eigenlijk een kopie van zaterdagnacht op zondag. Giet het ook licht vriezen aan de grond, gevolgd door een zondagdag met weer een graad of 10. En na het weekend dan houden we datzelfde weer eigenlijk een beetje. Er bindt wat wolken, er is ook zeker ruimte voor de zon met temperaturen van maximaal een graad of 11. Ik zeg tot morgen en geniet in ieder geval nog even van die mooie dagen. Robert, dankjewel. Dit was het. Meer nieuws leest u uiteraard in onze app en op rtvdrenthe.nl. En daar leest u nu bijvoorbeeld hoe een man met een accordeon een gezellige verjaardag verstierde. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.